Black Torrent cocktail is een sterke, maar een heel lekkere cocktail. En welke ingrediënten hebben we daarvoor nodig? We starten met een jonge Feliers en die is aanvankelijk gemaakt. Als tweede ingrediënt gebruiken we Dubonnet Rouge. En dit is een aperitief op basis van 3 verschillende soorten druiven en verschillende kruiden. Als flavoring agent gebruiken we kirsch, dat is een eau de vie gemaakt van kersen. En we werken af met een eigen gemaakte cocktailkers en het recept vind je op njam.tv. We beginnen met het voorkoelen van dit Delmonico-glas. Zet het eventjes opzij. Dan nemen we ons mixglas, onze fantastische Feliers. En daar gebruiken we 6 centiliter van. De kleur gebruiken we Dubonnet Rouge, 2 centiliter. En onze flavoring agent is kirsch, daar gebruiken we ook 2 centiliter van. Het is eigenlijk een vrij simpel recept. Dan gaan we de cocktail roeren in enkele ijsblokjes in ons mixglas. Dan nemen we onze cocktaillepel en dan roeren we een 10 seconden. Als we deze cocktail zouden shaken, zou hij dof en troebel worden. En dat is niet de bedoeling. Dan verwijderen we ons ijs uit ons voorgekoeld Delmonico-glas. Zetten onze strainer op het mixglas. En gieten we voorzichtig onze cocktail in het ijskoude glas. We gaan afwerken met ons eigen gemaakte cocktailkers. Die plaatsen we dan in de cocktail. Deze Black Torrent cocktail is misschien een vergeten cocktail, maar hij is verslavend lekker. Cheers!